Examen, tekst nummer 6. We waren gebleven bij vraag 21. What does the last sentence of paragraph 4 suggest about the news report in the previous sentence? Nou, laten we maar eerst eens kijken waar het staat. Alinea 4. De laatste zin. Daar zie je het staan. Neither the company nor Armstrong's agent would discuss his fee when we approached them about this. Nou, de zin daarvoor, daar wordt iets over gevraagd. Wat wordt er over deze zin gesuggereerd volgens deze vraag? En wat staat er dan? It also netted Armstrong more than $2 million from Squibb, according to news reports. Kortom, Armstrong kreeg heel wat geld daarvoor. Voor wat? Voor die Tour of Hope. We hebben dat plaatje net gezien. Meer dan 2 miljoen. En dan staat er dat zowel nog de company, nog Armstrong's agent iets over die 2 miljoen wilde zeggen. Waarom nou niet? Waarom? Dat moet je dus zelf invullen. Want er staat in de vraag, what does the sentence suggest? Bij suggest moet je wel eventjes zelf denken. Dus meer lezen dan wat er staat. Wat staat er niet, maar wordt er wel gesuggereerd, dat ze er allebei niet over die 2 miljoen willen praten. Maar waarom dan niet? Ja, dat is eigenlijk niet zo fijntjes, hè? Als je een Tour of Hope rijdt voor een goed doel en je verdient daar ontzettend veel geld mee, belachelijk veel geld mee. Dat geld had veel beter naar dat goede doel kunnen gaan, dus waarschijnlijk schamen ze zich ervoor. En dan zoek je in het antwoord ook iets wat daarop lijkt en dan zie je daar staan het woordje embarrassing. En dan is dat het juiste antwoord. Vraag 22 is een open vraag in het Nederlands gesteld. Die moet je dus ook in het Nederlands beantwoorden. Zou je dat in het Engels doen, zou het fout zijn. Welk negatief effect van de betrokkenheid van beroemdheden wordt in alinea 5 aan de orde gesteld? Nou, eerst maar eens even aangeven waar het over gaat. Alinea 5, dat is de laatste alinea. We gaan eens even kijken wat er staat aan sleutelwoord, er staat hier but. Staan er nog meer in? Daar staan er nog meer in, ja. Als we eens beginnen te lezen, dan zie je dan dat er stars like Christopher Reeve en Michael Fox have won praise. Hey, positief. Positief effect for educating policymakers. En dan staat er but. Negatief. Ja, dat is tegenstelling. En hierna kun je dus het antwoord verwachten. When funds are finite, als het geld op kan gaan. Oh, wacht, dat is eentje te ver. When funds are finite, a campaign that boosts support for one disease reduces it for another. En dat is ook het antwoord. Wat staat er nou precies? Als een campagne geld oplevert voor één ziekte, betekent dat dat een andere ziekte minder geld beschikbaar zal hebben. Ja, het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Stel dat je dit niet zou snappen, dan zou je nog kunnen lezen het voorbeeld. Suppose Julia Roberts, et cetera. Daar staat weer zoiets. Stel nou dat zij geld vraagt voor een ziekte die zij belangrijk vindt. Denk je dan dat het geld uit een ander potje gehaald wordt voor een andere ziekte? Nee dus. Dat geld is dan gewoon op. Ja, dus het gaat ten koste van het onderzoek voor andere ziektes. Dat is het antwoord. Dan gaan we naar de laatste vraag. Vraag 23. As Manson sheds its paternalism. Daar gaat iets over. En dan wordt er gevraagd, in welke alinea wordt deze ontwikkeling uitgelegd? Welke ontwikkeling? Dat de geneeskunst zijn paternalisme laat vallen. Gaan we eens even kijken. Waar staat dat nou precies in de tekst? Hier zie je hem staan. As Manson sheds its paternalism. En wat staat erachter? Celebrities may gain even greater stature as health advisors. Wie zijn de health advisors? Dat zijn de dokters. Dat is Manson, de geneeskunst zelf. Maar de geneeskunst laat het vallen. Paternalisme, het Nederlandse woord zou je misschien kennen. Ken je het niet, ken je het woord pater misschien, vader. Een vader die weet dingen, daar ga je naartoe
als je om raad verlegen zit. Ja, de geneeskunst, die is degene die raad geeft als iemand ziek is. Ja, het lijkt er wel op alsof dat minder wordt. Hé, hey, maar dat hebben we al eerder gezien, namelijk in vraag 18. Wat stond er in vraag 18? Why is it that physicians no longer hold all the cards? The doctors shed their paternalism. Dat is in feite hetzelfde. En hier heb je het antwoord gevonden voor de laatste vraag. Namelijk, het stond in alinea 3 en het antwoord moet dus zijn C. Dit was een uitleg bij de aanpak van Celebrity Pitch voor VWO 2007. Eindexamen, tekst 6. Ik dank je voor het luisteren.